duurzaamheid en staatsrecht, wat hebben die met elkaar te maken? Eerst maar eens even een korte introductie van mezelf. Ik ben decaan, en dan doe ik het even in de volgorde van het meeste tijdsbeslag op dit moment, decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. En die afkorting die doet velen meestal denken aan een bepaald soort van fastfoodketen, die toch onder het verdacht staat dat die niet echt duurzaam produceert. Ik probeer ze nog steeds te introduceren om onze faculteit verder te sponsoren, Mark, maar dat lukt nog niet echt. Verder ben ik voorzitter van de kiesraad. En die kiesraad die houdt zich bezig met een aantal zaken. Onder andere met de vaststelling van de uitslagen van de verkiezingen op nationaal niveau. Dus dan hebben we het over de Eerste Kamer, Tweede Kamer, het Nederlandse deel van het Europees Parlement. En zo heel af en toe, eens in de zoveel eeuwen, hebben we een keer een nationaal referendum. En dan mogen wij ook de uitslag vaststellen. Dat was geen groot succes de laatste keer, geloof ik. Hè? We hebben eigenlijk niks te maken met de provinciale statenverkiezingen. Behalve dan dat wij altijd bij alle verkiezingen een centraal informatiepunt hebben. Waar we aan de media, aan de burgers, aan alles en iedereen, ook aan de lokale autoriteiten uitleggen hoe de verkiezingen georganiseerd moeten worden, hoe ze de zaken moeten regelen. En een van de grootste klachten die ons informatiepunt op dit moment vooral krijgt, is van boze burgers die ons melden dat we toch wel helemaal van God los zijn, dat wij het gepresteerd hebben om de statenverkiezingen midden in hun wintersportvakantie te plannen. Dan moeten we ze dan altijd uitleggen van ja, dat wij daar niet over gaan, over die data. Dat staat dan keurig netjes in de wet. Dus, maar goed, het hart is dan gelucht en vervolgens worden de skis ingepakt. Het laatste wat ik dan kan melden, en daarvoor sta ik eigenlijk vanavond hier, dat is dat ik hoogleraar staatsrecht ben. En wat dat betreft is natuurlijk dan de cruciale vraag, wat draagt mijn vakgebied bij? Dat was de centrale vraag die Melanie ons stelde. Mijn vakgebied eigenlijk bij aan die duurzaamheidsdiscussie. En mijn zeer gewaardeerde collega Mark Bovens heeft de verwachtingen daarnet buitengewoon hoog opgeschroefd. Met de mededeling van dat ik wat met de oplossingen zou komen. Dat is misschien iets te veel verwacht van mij. Sterker nog, ik denk dat voor een deel ik vooral bezig zal zijn vanavond om de problemen die hij gesignaleerd heeft nog verder te vergroten en ons vanavond nog verder in de ellende te storten. Maar er is ook wel een oplossing aan het eind, hoor, ter geruststelling. Even nog over wat mijn vakgebied eigenlijk is, het staatsrecht, ter voorkoming van misverstanden. Je hebt wel eens mensen die denken dat je overal verstand van hebt. Ik had een paar weken geleden nog een journalist aan de lijn en die stelde mij weer zo'n onmogelijke vraag. En toen zei ik van, nou, daar ga ik niet over. En toen werd hij vreselijk boos en die zei van, ja, u bent toch intellectueel, dus u moet daar toch op zijn minst een mening over hebben. Ik zei, dat heb ik misschien wel, maar die ga ik niet met u delen. En ik wil dus ook hier, ook wat dat betreft, verwachtingen een beetje downplayen. Waar heb ik een beetje verstand van? Dat is inderdaad staatsrecht. En dat is wat we dan noemen een normatieve wetenschap. Die tak van sport, als ik het zo mag aanduiden, gaat vooral over de vraag van rechten en plichten. Wat mag en wat mag niet. En dan gaat het met name over typisch over het overheidsfunctioneren. Juristen die worden meestal ook in overheidsland als hele vervelende mensen beschouwd. Want dat zijn meestal de mensen die aan het eind van een heel fijn en leuk beleidsproces komen zeggen dat het eigenlijk niet door kan gaan. Omdat er al internationaal recht is, nationaal recht is, waarvan je zegt van ja, dat kan dus eenvoudigweg gewoon niet. Hè? De oplossing is natuurlijk altijd om juristen bij dat beleidsproces te betrekken. Maar dat vergeet men dan soms. Bijvoorbeeld het vorige kabinet, Balkenende, die had op een gegeven moment 25 werkgroepjes ingesteld om grote bezuinigingen te organiseren. En in geen van die werkgroepen zat een jurist. Dus de voorspelling was al helder van nou, ze verzinnen van alles en nog wat, maar een heleboel dingen kunnen gewoon niet. Dus mijn tip zou zijn, gaat u een beleidsproces in, probeer in ieder geval ook een paar verstandige juristen erbij te betrekken. Zodat u niet aan het eind teleurgesteld wordt over de vraag van kan het of kan het niet, hè? Daar kom ik straks wel even terug. Waar gaat dat vak vooral over? De verhouding tussen de voornaamste overheidsorganen, instituties, parlement, regering, rechtelijke macht. Mark Bovens heeft het er al over gehad. Het gaat ook heel erg over de verhouding tussen de voornaamste overheidsorganen en burgers.
En dat is voor deel grotendeels neergelegd in de grondwet, hè, maar het gaat over de grondrechten. En wat dat betreft zou ik vanavond ook een heel ander soort van duurzaamheidsverhaal kunnen houden. Omdat in mijn vakgebied ook een hele discussie is over grondrechten. En met name ook over bijvoorbeeld de handhaving van allerlei sociale, economische grondrechten. Grondrechten die bijvoorbeeld te maken hebben met milieu, bescherming van het milieu, de volksgezondheid, de woongelegenheid, etc. En alle internationale bepalingen die daarmee verband houden, daar zou ook een heel verhaal over te houden zijn. Maar we hadden afgesproken dat we het vooral over government en governance zouden hebben. Dus dat onderwerp dat laat ik voor vanavond maar even rusten. En verder is ook van belang dat dat vakgebied van mij gaat over de betekenis van het internationale recht voor de nationale rechtsorde. De vraag is vooral van nou, alles wat ze bijvoorbeeld in de VN besluiten, of in het kader van de Europese Unie, of in het kader van de Raad van Europa. Hoe werkt dat nou eigenlijk door in het nationale recht? En ook omgekeerd, welke nationale instanties zijn nou eigenlijk betrokken bij beleidsvorming in dat internationale recht? Welke nationale instituties mogen daar een rol in vervullen? Nou, dat is ook een onderdeel van mijn vakgebied. Via een andere invalshoek nog een paar kleine dingetjes. Dan kom ik dan echt op het belangrijkste onderwerp. Als je kijkt naar wat wij doen, mijn vakgebied doet, is vooral van de vraag van hoe kom je aan overheidsorganen? Welke instituten gaan ergens over? Hoe stel je ze in en hoe creëer je ze? Het gaat over de vraag van welke bevoegdheden hebben ze? En bevoegdheid is een typische juristenwoord. Dan gaat het over de vraag van dat een instantie rechten kan toekennen of plichten kan toekennen. En dat dan anderen gehouden zijn om zich daaraan te houden. En dat je dat ook vaak kunt afdwingen bij een rechter. Anderen zouden zeggen het gaat over macht bij bevoegdheden, maar dat vinden juristen vaak een vies woord. Dus bevoegdheid, dat vinden we eigenlijk mooier. En daar gaat het ook vooral over. Maar heel belangrijk is, en daar heeft Mark heel veel aandacht voor gevraagd, en daar ga ik ook op door, dat gaat over de regulering van bevoegdheden. Hoe zorg je ervoor dat dat die bevoegdheidsuitoefening, die machtsuitoefening, dat die binnen de perken blijft? En dat er dus niet zo van willekeur ontstaat en dat er een absolute macht is die zijn eigen posities vooral voortdurend verdedigt. Dat we niet in de sfeer van de Gaddafi's en andersoortige instituties terechtkomen. Nou, en dan hebben we het vooral over dingen die Mark heeft gepositioneerd in het kader van de democratische rechtsstaat. Die democratische rechtsstaat, daar gaan wij zeker binnen een nationaal verband vanuit dat dat vanzelfsprekend is. In nationaal staat zegt, althans in de meeste westerse democratieën, hebben we dat redelijk op orde. Maar de mensen daar in het zuidelijke gedeelte van het Middellandse Zeegebied, die hebben daar zo hun twijfels over, hè? Als ik het maar voorzichtig uitdruk. En als het dan over de democratische rechtsstaat gaat, dan hebben we het inderdaad over iets wat wij eigenlijk sinds de vorige eeuw wel kennen in Nederland, hè? Macht is geregeld, maar je hebt ook de democratie georganiseerd. Dat hebben we dus op nationaal niveau in de meeste westerse staten wel. En dat zorgt ervoor dat wij het idee hebben van nou, dat met die machtsuitoefening, dat gaat eigenlijk wel goed. Althans, dat blijft binnen de perken. Maar in heel veel landen is dat nog lang niet goed georganiseerd. Ik heb er net voorbeelden genoemd. Maar wat belangrijker is, en daar gaf Mark Bovens ook al wat voorbeelden van, binnen zeg maar de internationale context is dat een heel groot probleem. Zeg maar, datgene wat wij in nationaal verband vanzelfsprekend vinden, dat is op internationaal verband helemaal nog niet geregeld. En daar komt nog bij, en dat compliceert de zaak nog veel erger, is dat wij heel sterk geneigd zijn om te denken vanuit zeg maar overheidsorganen, daar gaat het staatsrecht vooral ook over. Hè? Dus dingen die we in de grondwet beschreven hebben, de dingen die we kennen, die we allemaal kennen. Dus het parlement, de ministers, et cetera. Maar heel veel, noem het maar, invloedsuitoefening of machtsuitoefening is juist bij de overheid vandaan gehaald. Of althans is sluipenderwijs niet meer bij die overheid. Dat gaat over particuliere instellingen, dat gaat over bedrijfsleven, dat gaat over belangengroeperingen die samen wel, bijvoorbeeld door co-productie van alles en nog wat fabriceren, maar waarbij dus niet de klassieke overheid een dominante rol vervult. En dat is een belangrijk fenomeen waarmee wij in ieder geval in het staatsrecht mee worstelen. En dan kom ik inderdaad vooral op even die problemen weer uit. Ik heb ze voor een deel anders benoemd dan Mark Bovens, maar grotendeels wel hetzelfde.
We hebben belangrijke vraagstukken in het kader van die shift van government naar governance. Dat is inderdaad de kwestie van de legitimiteit. Ik zal ze dadelijk allemaal afzonderlijk uitwerken. Legitimiteit en met ook de accountability, de verantwoording in het geheel. De legaliteit. Zal ik zo dadelijk uitleggen wat dat precies is. De controle en handhaving heeft Mark al gerefereerd. Rechtsbescherming en ook het vraagstuk van de checks en balances. En die vraagstukken, dat moet ik even zeggen, die zijn ontzettend sterk met elkaar verknoopt. Mark Boos heeft ook al aan gerefereerd. En die spelen zowel op nationaal niveau een rol, maar spelen zeker nog op internationaal niveau. En daar eigenlijk, zou ik zeggen, nog vele malen erger. Eerst als het gaat over de legitimiteit. Daarvan zien we dat daar die legitimiteit, een ander woord ervoor, nou ja, dat kan ik anders zeggen. We moeten er altijd voor zorgen dat bevoegdheidsuitoefening, dat machtsuitoefening, dat die aanvaardbaar is. Dat we bereid zijn om te accepteren dat bepaalde besluiten worden genomen. Dat we niet met z'n allen meteen al demonstrerend op straat staan en het regime willen omverwerpen. Hè? Om het maar zeer plat te zeggen. Dus we moeten ervoor zorgen van, kunnen we besluitvorming organiseren die aanvaardbaar is? Nou, en dan zie je dus dat wij normaliter dat, zeker in Nederland, organiseren door middel van verkiezingen. Nou, dat is bij ons gevestigd. Maar als het gaat over de besluitvorming op internationaal niveau, worden daar verkiezingen georganiseerd. Er bestaat niet zoiets als een VN-parlement of zoiets. Ja, we hebben een Europees parlement, daar denken sommige mensen wel aan, maar het Europees parlement, dat is ook maar een dubieus parlement. In die zin dat we hebben geen echte Europese partijen. Hè? Het is niet iets van, er zijn geen Europese partijen die voor gemeenschappelijke belangen opkomen. Nee, we kiezen allemaal in onze nationale staten, kiezen wij onze Nederlandse gedeelten van het Europees parlement. En je moet maar zien hoe ze zich op internationaal niveau gaan verenigen dan. Het kan best zijn dat wij iets wat wij in Nederland benoemen als een liberale partij, denken we, hè? En die gaan dan vrolijk samenwerken met de conservatieve fractie binnen het Europees parlement. Die constructies die komen voor. En dat is niet een club die dezelfde legitimiteit heeft, dezelfde mate van aanvaarding heeft als die wij bij het nationaal niveau hebben. Het is slechts een indicator hoor, maar als het gaat om de opkomst van verkiezingen bij het Europese parlement, als je daar een opkomst van 35% haalt, dan mag je de vlag al uitsteken. Terwijl bij onze nationale parlementsverkiezingen, zeker bij de Tweede Kamer, dat we daar altijd al in de buurt van de 80% zitten. Hè. Dus dat is een serieus vraagstuk. En allerlei andere bevoegdheden die worden uitgeoefend, die hebben een soort van indirecte legitimiteit. De regering kan functioneren omdat ze niet naar huis worden gestuurd door de volksvertegenwoordiging. Maar als je naar internationaal niveau kijkt, daar zijn allerlei clubjes en instituties bezig die niet direct gekozen worden en waarvan het maar heel onduidelijk is van of ze in een bepaalde relatie staan met een volksvertegenwoordiging die ze, en dat is het tweede punt, eventueel ook ter verantwoording kan roepen. Hè? Een van de elementen die wij steeds georganiseerd hebben binnen ons staatsbestel is dat er nergens macht uit kan worden geoefend zonder dat er ook een verantwoordingsplicht is. Zodat je het zij op gemeentelijk niveau of op provinciale statenniveau, maar hier gaat het over het parlement in het bijzonder, dat er een instantie is kan zeggen, ho, wacht eens even, jullie zijn dat wel van plan, maar is dat wel zo'n goed idee? En dat idee, dat idee van die accountability, die verantwoordingsplicht, dat is maar heel zwak georganiseerd op internationaal niveau. Maar ook als je ervoor zorgt dat je zeg maar wegkomt van van het governance, maar naar governance gaat, en allerlei particuliere instanties dingen laat regelen. Hè? Door convenanten te sluiten of wat dan ook. Dan kun je serieus de vraag stellen van ja, maar waar zit dan die verantwoording nog? Hè? Wie kan wie ter verantwoording roepen? Dan wordt er wel gezegd van ja, nou bijvoorbeeld in bepaalde zorgsectoren. We organiseren cliëntenraden of we doen dit en we doen dat. Maar dat is maar voor een deel een zwak surrogaat van datgene wat we normaliter op nationaal niveau willen organiseren. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, ik heb gisteravond even deze PowerPoint in elkaar gezet. En toen dacht ik van, weet je wat, ik laat een leuk parlement zien. Sommige mensen zullen het misschien herkennen. Dat is de beehive, zoals die wordt genoemd, in Nieuw-Zeeland.
Little did I know dat ik vanochtend wakker werd met de mededeling dat er een enorme aardbeving was geweest. En dat een Christchurch, dat is gelukkig niet daar, want het is Wellington, dat daar een enorme aardbeving is geweest met enorme hoeveelheden slachtoffers. In ieder geval belangrijk is dat om te constateren dat hier dus, en dat noemde Mark Bovens al, dat je kunt spreken van als het gaat over beleidsvorming, ook rondom duurzaamheid in die internationale instituties, maar ook op nationaal niveau, dat je kunt spreken over een democratisch deficit. Dat is een tekort en dat is heel moeilijk op te lossen. Een ander vraagstuk vanuit mijn vakgebied dat ook zeker van belang is voor dit onderwerp, dat is dat van de legaliteit. In internationaal verband wordt wel gesproken over de toepassing van de rule of law. En de rule of law is eigenlijk nog een stukje breder. Dat wil zeggen dat eigenlijk alle besluitvorming, die moet volgens de regels van het recht verlopen. Het moeten bevoegde instanties zijn, die ook daadwerkelijk bevoegd zijn gemaakt om die besluiten te nemen. En er moeten vormen van rechtsbescherming zijn. Je moet naar de rechter kunnen stappen, zodat je het besluit kunt aanvechten. Of dat je kunt zeggen, maar de overheid houdt zich niet aan die regels, dus die overheid moet dat gaan doen. Dat vinden we een essentieel onderdeel van de rechtsstaat. In Nederland hebben we dat nog wat specifieker ingevuld. En dat houdt eigenlijk in dat als het gaat om de belangrijkste beslissingen binnen ons staatsbestel, en met name dus die beslissingen die echt ingrijpend zijn voor burgers, die belastend zijn, waardoor je verplichtingen opgelegd krijgt, of waardoor je extra geld kwijt bent, belastingen of anders, of vrijheid kwijtraakt, dan moet er altijd een basis liggen in een wet. En een wet die kan alleen maar tot stand worden gebracht als een samenwerking is tussen de regering en het parlement. En de gedachte is dat onze volksvertegenwoordiging dan vooral ook moet letten op onze belangen van burgers. Dat je ons op die manier ook beschermt. Nou, maar dat gaat allemaal wat wij noemen over, althans in het jargon, over hard law. Dus regels, besluiten die echt ook afdwingbaar zijn. Waarmee je naar de rechter kunt stappen in heel veel gevallen. Maar wat je ziet in het internationale context, maar ook in toenemende mate binnen het nationaal niveau, is dat er geen hard law wordt gemaakt, geen harde regels wordt gemaakt, maar soft law. En dat is een heel groot conglomeraat van alles en nog wat je onder van alles en nog wat allerlei termen tegenkomt, is dat er allerlei regeltjes worden gemaakt, convenanten worden opgesteld, er worden guidelines opgesteld, directives voor een deel, handbooks, je verzint het maar, allerlei termen worden erop losgelaten. Maar dat zijn allemaal regeltjes, allemaal afspraken die gemaakt worden, die niet echt afdwingbaar zijn. Als je nou bijvoorbeeld kijkt ook wat er gebeurt in Kopenhagen, daar is van alles en nog wat vastgelegd in onderlinge afspraken over wat er allemaal zou moeten gebeuren. Maar dat waren allemaal niet afdwingbare regels. Het was geen keihard verdrag waarbij de verdragspartners elkaar konden aanspreken. En zo zie je dat er heel veel productie is van soft law. Van regeltjes we vinden het goed om daar elkaar op aan te spreken. Maar echt afdwingbaar maken doen we dat niet. En dat is een typisch voorbeeld van veranderingen in regelproductie. Zowel binnen nationaal niveau als op internationaal niveau. En dat is niet alleen maar nadelig hoor. Kijk, het heeft ook in die zin soms een nuttige functie, dat soms soft law langzamerhand dusdanig geaccepteerd wordt dat je na een periode van 10, 15 jaar uiteindelijk zegt van weet je wat, we gieten het toch in een verdrag. Maar vaak zien we ook dat de conclusie erin is, en zeker op nationaal niveau, dat sommige dingen van soft law totaal niet werken en dat je toch naar hard law over moet stappen. Dus bijvoorbeeld als het gaat om de milieuvervuilingen. Er zijn allerlei convenanten afgesloten in het verleden met verpakkingsindustrie bijvoorbeeld. Dit gaan we dit doen en we zorgen dat er gescheiden wordt en zo. Nou, daar kwam helemaal geen ene moer van terecht. En uiteindelijk is gezegd van wat er ook gebeurt, als we het echt willen laten functioneren, dan moet het gewoon in afdwingbare wetgeving neerleggen. En dan moet het ook gehandhaafd kunnen worden.
En dan kom je meteen bij een ander vraagstuk, waar ik niet al te lang bij stil zal staan. Dat is als het gaat over controle en handhaving van allerlei vormen van soft law. Dat is buitengewoon diffuus. Wie is nou eigenlijk daarmee belast? Wie kan daar ingrijpen? Nou, dat is vaak ontzettend onduidelijk. Ook omdat het vaak ontzettend ongrijpbare clubjes zijn die daar mee bezig zijn. Internationaal is dat een heel groot probleem. Omdat, en dat is misschien heel simpel gezegd, als het gaat over de handhaving van een heleboel regels, dan hebben wij gewoon in Nederland een handhavingsapparaat. We hebben de politie, weliswaar nog niet genoeg blauw op straat als we het kabinet mogen geloven. Maar we hebben ook allerlei inspecties, we hebben allerlei handhavingsdiensten die inderdaad kunnen controleren, die kunnen optreden, die kunnen boetes uitschrijven. Daar kan van alles en nog wat gebeuren. Maar er bestaat niet zoiets als een internationale politie. Dus handhaving van internationale regels, dat is een ontzettend ingewikkeld spel van soms economische druk, soms politieke druk, soms komt de Verenigde Staten uit de kast met weer een aantal Apaches en andere soorten oorlogstuig om de handhaving te organiseren. Maar het is een heel ingewikkeld probleem. En wat Mark Bovens ook noemde, deels als oplossing, maar ik zie het voor een deel als een probleem, is de rol van de rechter. Kijk, natuurlijk, helemaal gelijk. Wij hebben in Nederland sinds enige tijd staan we te boek als die, de Heek met name, is die International Capital of Law and Justice en wat die meer zijn aan moois. Hè? We hebben een aantal internationale hoven in huis in Nederland. We hadden heel lang het internationaal gerechtshof over conflicten tussen staten. We hebben het internationaal strafhof, we hebben het Joegoslavië-tribunaal. Maar het grote probleem van al deze hoven is dat het allemaal afhankelijk is van wat we in het jargon noemen van de zogenaamde vrijwillige rechtsmacht. Pas als je als staat hebt erkend dat dat gerechtshof oordelen mag vellen, dan pas kan dat gerechtshof over jouw oordelen vellen. En op het moment dat je nog steeds niet die rechtsmacht hebt erkend, en er zijn heel veel staten die dat nog niet hebben gedaan, en bij het internationale strafhof is een typisch voorbeeld, dat heeft ook Mark Bovens al genoemd, de Verenigde Staten, die wilden daar niks mee te maken hebben, want die wilden niet de situatie hebben dat een internationaal hof ging oordelen over het optreden van Amerikaanse militairen, en ook het optreden bijvoorbeeld van de Amerikaanse minister-president, wat is die maar, de Amerikaanse president. Dus is die rechtsmacht niet erkend. Dus als het gaat over de rol van de rechter, die is relatief beperkt. We hebben binnen de Raad van Europa hebben we een hof, dat is het Mensenrechtenhof. Dat doet ook in toenemende mate allerlei uitspraken op het gebied van grondrechten die relevant zijn voor duurzaamheid. Hè? Met name in de sfeer van milieu en volksgezondheid heeft dat hof in Straatsburg een aantal interessante en hele belangrijke uitspraken gedaan over... Ja, bijvoorbeeld handhaving van vergunningseisen voor vervuilende industrieën, et cetera. Maar juist dat internationale, althans het Europese Hof, mensen die de kranten volgen, die hebben dat gelezen. Dat staat nu op dit moment weer onder enorme druk. En rechters proberen zich aan alle kanten te verdedigen. Omdat een aantal lidstaten, de UK voorop, die zeggen, ja, maar wacht eens even, dat Europese Hof dat bemoeit zich met onze nationale soevereiniteit. En het meest belachelijke wat ze dan geconstateerd hebben is dat nu volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ook gedetineerde stemrecht zouden moeten hebben. Dat vinden ze het allerraarste wat je kunt verzinnen. Dus dat moet je maar niet doen. Maar dat zorgt er mede voor dat allerlei andere oordelen van zo'n Europees Hof een toenemende mate onder kwade reuk komt te staan. Een ander hof dat we hebben wat heel erg nuttig is en wat zeker ook voor de handhaving van milieurecht en volksgezondheid een belangrijke rol speelt en de toenemende mate speelt, dat is het Europese Hof van Justitie. En dat is actief in het kader van de Europese Unie. En met name in het kader van de Europese Unie zijn de afgelopen jaren ontzettend veel verdragen en andere instrumenten tot stand gebracht, richtlijnen tot stand gebracht, die ontzettend veel gevolgen hebben voor met name ook milieuontwikkeling en duurzaam milieubeleid. Een van de dingen die er in dat kader ook is gebeurd, is de vaststelling van allerlei instrumenten in het kader van wat dan genoemd wordt het stroomgebiedenbeleid.
Het idee dat als het gaat over zeg maar, de waterstromen in Europa, dat je een integraal beleid moet voeren, waarbij bepaalde clubs ervoor moeten zorgen dat inderdaad ook als het gaat over waterkwaliteit, als het gaat over de veiligheid van de bescherming tegen wateroverlast, dat dat inderdaad ook op een integrale manier goed gebeurt. Een van de dingen die wat dat betreft wel interessant is dat allerlei buitenlanden ontzettend, en dan ook echt ontzettend jaloers zijn op het feit dat wij instituties hebben in het nationale recht, in de nationale staatsrecht, als waterschappen, hè, die ook maar één ding voor ogen hebben, namelijk zorgen dat we dat water binnen de perken houden en dat we goed water, in ieder geval waterkwaliteit, waterzuivering natuurlijk, maar ook het niveau van het water in de gaten houden, dat we droge voeten houden. En als er nou één instituut is, afgezien van dit moment natuurlijk de provincies, want die staan altijd onder verdacht, hè, die moet je altijd afschaffen volgens sommigen. Daar wordt voortdurend gezegd van nou die waterschappen, daar moeten we maar vanaf, want die zijn veel te duur. Dat is nog even bij de kabinetsformatie het geval. Hè. Maar als we die waterschappen af zouden schaffen, dan zouden we inderdaad heel snel in de sfeer komen van dat we nu Utrecht at Sea zouden bezoeken. Hè? Dat is het voorbeeld wat je net noemde. Nou, dat is een belangrijk fenomeen. Dan nog heel kort. Oh, dat is andere. Daar is inderdaad interessant iets. De rechtelijke toetsing heb ik al vermeld. Hè? Nationaal rechten kan eigenlijk alleen iets met hard law en niet zozeer met soft law. Dat is een belangrijk fenomeen. Checks and balances, daar heeft Mark Boos al even aandacht voor gevraagd. Als er één uitvinding is van nationaal staatsrecht waarop ik trots ben, dan is het wel van checks and balances. Dat is niet nationaal staatsrecht, maar dat hebben ze natuurlijk in Amerika, in ieder geval de Federalists hadden dat al eerder bedacht. Je moet altijd zorgen, wil je goede ontwikkeling binnen een nationaal staat mogelijk maken, dat er tegenwichten zijn. Dat je tegenmachten organiseert ten opzichte van macht. Dat als je belangen hebt, dat je ook tegenbelangen de ruimte biedt. En we doen er van alles en nog wat aan, ook in de inrichting van onze overheid, om dat ook mogelijk te maken. Ik vind het vreselijk belangrijk. En ik moet dan ook altijd, en in dat kader wordt dat vaak niet gepercipieerd, maar ik moet dan enorm mijn wenkbrauwen fronsen als er dan weer nagedacht wordt, bijvoorbeeld over de herinrichting, typisch nationaal staatsrecht, van onze ministeries. Dat is bij de laatste kabinetsformatie ook weer gebeurd. Hè? Het moet allemaal veel simpeler, eenvoudiger, lean en mean. Hè? Dus 5 ministers, meer dan dat niet. En daaronder nog een paar staatssecretarissen en dan hebben we het ze wel. Maar een van de belangrijke dingen is ook dat je ervoor zorgt in je besluitvormingsstructuur dat de tegenmachten ook op het allerhoogste niveau elkaar tegen kunnen spreken. En dan is het heel belangrijk om aan de ene kant een minister te hebben die voor milieu gaat, en de andere misschien er één is voor infrastructuur. Zodat je op het allerhoogste niveau, ook binnen een kabinet, eens even flink de belangen kunt laten knetteren. En dat je dus niet een situatie krijgt dat binnen een departement bepaalde zaken worden weggecoördineerd. Want er is tenslotte die ene minister die vervolgens in die ministerraad de zaken maar regelt. Dus het is ook heel belangrijk, zeg ik altijd maar ook tegen onze studenten, van om je te realiseren wat het nut van spanningen is in de politiek en in de beleidsvorming. En dat moet je ook institutioneel, dat moet je ook juridisch, moet je dat vormgeven. Dus snel beleid maken, het was net even een vraag, snel beleid, ja dat is allemaal mooi en aardig, maar we moeten vooral ook al zorgen dat er tegenwichten worden georganiseerd. En dat blijft een belangrijk en groot probleem. En dat probleem dat speelt zich op nationaal niveau af. Maar op internationaal niveau, dat is mijn constatering, functioneren die klassieke tegenwichten eigenlijk niet of nauwelijks. Die heb je niet of nauwelijks, die instituties. Wie roept de Verenigde Staten ter verantwoording op het moment dat ze zich niet aan verdragsverplichtingen houden? Ja, over 10 jaar kan China dat doen. Maar nu even nog niet. Ja, en dus als die zich niks aantrekken van een Kyoto-protocol en van alles en nog wat aan de kant laten, dan gebeurt dat niet. Want dat machtspolitiek speelt daar een buitengewoon grote rol. En dat bleek dus bijvoorbeeld bij die Kopenhagen-afspraken, dat bleek ook een dramatische gevolg te hebben. Nou, dan tot slot de oplossingen. Ja, Mark Bovens heeft er een aantal genoemd. En ik denk dat als het gaat om die netwerken, als het gaat over de afstemming, verdragen,
als het gaat om internationale rechtspraak. Jazeker, dat zijn onderwerpen waar we zeker verder mee moeten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat zeker die rechtspraak, maar ook als het gaat om afspraken die gemaakt worden, dat dat in bindende verdragen wordt neergelegd. En dat je het op die manier ook mogelijk maakt dat er onafhankelijke instituties zijn, zoals rechters, dat inderdaad ook voor die handhaving zorg kunnen dragen. Dus dat is in ieder geval een weg vooruit. En dat wordt op diverse terreinen bewandeld, maar ik denk dat op het gebied van de duurzaamheid daar nog heel veel stappen te zetten zijn. Want bij strafrecht weten we het inmiddels wel te organiseren, maar als het gaat over allerlei andere vraagstukken, dan moet er nog heel veel gebeuren. Weliswaar is het zo dat, en dat is misschien een interessant wapenfeit, dat het eerste belangrijke internationale uitspraak die ooit is gedaan, dat betrof een milieurechtszaak. Sommigen weten dat natuurlijk. Dat is de Trails Melder case. Dat is een conflict geweest begin 19e eeuw tussen de Verenigde Staten en Canada. Over Canada, die had ergens een enorme vervuilende fabriek gezet, waardoor hele bossen daar in de staat Washington, dus dan hebben we het over niet de oostkust, maar over de westkust, die waren helemaal weg. En daar is uiteindelijk rechtspraak ontstaan waarbij gezegd van nee, dat milieurecht, dat geldt ook grensoverschrijdend. En dat is een begin geweest van de ontwikkeling van internationaal recht. En je zou kunnen zeggen, ook een begin geweest van de ontwikkeling van, noem het maar iets, van internationaal duurzaamheidsrecht. En op dat gebied valt er dus heel veel te doen. Degenen die in de gelegenheid zijn geweest om een artikel te lezen van Kersbergen en van Waarde, die hebben nog een drietal andere oplossingen gezien in die tekst. Dat was een van de suggesties was onder andere, we moeten meer denken aan de deliberative democracy. En die deliberative democracy, dat houdt zoveel in dat we zoveel mogelijk ook proberen de burgers die geraakt worden door allerlei maatregelen te betrekken. De belangen die daarbij zitten, te betrekken in de besluitvorming. Dat is op zich een hele mooie gedachte. Tegelijkertijd speelt daar ook het grote probleem wat we vanavond al eerder aan de orde hebben gehad. Dat blijkt dat toch ook weer vooral degene zijn die toch al normaliter mee zouden hebben gedaan aan de discussie, dat die daar komen opdraven. Hè? En dat die dat toch al onevenredig invloed hebben. En een van de meest recente boeken van Mark Bovens gaat over diploma-democratie. Nou, dat is ook zo'n voorbeeld van dat met name degene die de hogere opleiding hebben gehad, die doen wel mee en alle anderen niet. Dus ik weet niet of je daar een oplossing voor hebben. Maar een van de dingen die ik zelf heb ervaren, dat is een beetje een zijlijn, maar toen ik meedeed aan het burgerforum kiesstelsel. We hebben ooit eens een keer bedacht dat er een heel groot burgerforum van mensen in Nederland moest zijn. 140 gewone burgers werd er gezegd. En dat ging van kapsters tot en met hoogleraren wiskunde. Die mochten meepraten over het meest wenselijke kiesstelsel in Nederland. Nou, die mensen zijn een half jaar bezig geweest, onder andere ook onder mijn begeleiding, om echt de meest fantastische dingen te bedenken. Nou, geweldig was dat gewoon, hè? Dat is een toonbeeld van deliberative democracy. En het eind van het liedje was dat ze een prachtig, echt mooi, prachtig rapport hebben laten verschijnen. En het eerste wat er gebeurde, de eerste handeling van de in ontvangst nemende minister was om het ding in de onderste la van zijn bureau te stoppen. Nou, als je dan iets serieus wilt nemen, dan zou ik zeggen, dan moet je dat vooral niet doen. En als je burgers extra wilt laten vervreemden van de politiek, dan moet je vooral dit soort dingen doen. Dus als je het doet, zorg er dan voor dat meer mensen dan alleen maar de deskundigen meedoen. En zorg er ook dat je de resultaten serieus neemt. Technocracy is natuurlijk ook een voorbeeld. Hè? Dat zijn ook al eens voorbeelden voor een deel die Mark ook al heeft genoemd. Meer informatie, quality control, agencies die buiten het parlement functioneren. Dat is allemaal heel goed. Moet je vooral ook doen. Tegelijkertijd denk ik dat je ontzettend moet uitkijken voor de, noem het maar, perverterende effecten die ervan uit kunnen gaan. Als je inderdaad alleen maar op bepaalde indicatoren monitort, dan zie je meteen dat het gedrag daarop afgestemd wordt. Toonbeeld voor de mensen die heel graag duurzaam reizen, NS. Ik ga dat verder niet uitwerken, maar er zijn talloze voorbeelden waaruit blijkt dat weliswaar in de berichtgeving steeds staat dat de NS steeds punctueler rijdt. Alleen als we op het perron staan, blijkt dat toch vaak dat we er langer over doen dan we misschien gedacht hadden. En dat is misschien heeft misschien toch te maken met een indicator die men hanteert, die niet overeenkomt met onze werkelijke beleving van de reistijd. Hè? En een laatste punt wat wel genoemd wordt is norms and morals, naming and shaming. Het idee van dat je binnen een bepaalde groep
moreel gedrag kunt bevorderen en aanleren. En dat je daardoor ook, zeg maar, gedrag kunt verbeteren. Ik heb helaas niet de gelegenheid gehad om de lezing van Hans Schenk bij te wonen. Maar als er nou één bewijs is voor de stelling dat dit misschien niet helemaal werkt, is het wel de financiële wereld. Want we dachten, zeg maar, een jaar geleden nog dat het allemaal wel beter zou gaan als het ging om de bonussen, et cetera. Maar binnen no time zijn de bonussen weer op het oudste niveau terechtgekomen. En de, zeg maar, de perverterende effecten van die het op het gedrag hebben van bankiers, die spelen nog even zo hard. Dus het kan een nuttige rol vervullen, maar groepsgedrag is wel ontzettend dominant, heel erg bepalend. En er moeten wegen worden gevonden om dat te doorbreken. Dan, niet verwacht, maar toch gekregen, misschien toch nog even aandacht voor een andersoortige oplossing. Wat ik in toenemende mate constateer, is dat er toch weer gekeken wordt naar het fenomeen van de nationale staat. Als een institutie die wel degelijk een hele grote rol kan vervullen bij het oplossen van al die problemen die ik net genoemd heb. Want de nationale staat is de institutie waarbij dat handhavingsapparaat er wel is. De nationale staat is die institutie waar de legitimiteit georganiseerd wordt. En als je bijvoorbeeld kijkt naar datgene wat de Europese Unie aan het doen is, die gebruikt vooral de nationale staten als, zeg maar, de handhavende instellingen. De nationale rechters functioneren tevens als Europese rechters, om het Europese recht te handhaven. En zo zou je ook kunnen voorstellen dat, en zie je dat bijvoorbeeld ook in de afspraken die gemaakt zijn in Cancun en andere, ook in milieuverdragen, het zijn de nationale staten weer die vooral aangesproken worden op allerlei gedrag. En de nationale staten die andere staten weer aanspreken. Dus zo gek vind ik eigenlijk de gedachte niet dat je toch eens moet kijken van, zou je niet toch die nationale instituties waar ook parlementen functioneren beter kunnen gebruiken. En een opvallend fenomeen, daar wordt door sommigen lachwekkend over gedaan, maar ik vind het opvallend om te zien dat er sprake is, zeker binnen het Europees verband, van een revitalisering van nationale parlementen. Voorheen dachten wij, weet je wat, we gaan het Europees parlement belangrijker maken als de institutie waar de verantwoording op wordt afgelegd. Maar wat je nu ziet in een aantal verdragen is dat in toenemende mate nationale parlementen weer een rol krijgen. Ze mogen gele kaarten uitdelen, oranje kaarten uitdelen als het gaat om de vraag van doen jullie het wel goed? Moet het niet gewoon binnen de staten gebeuren? En wat heel opvallend is, en vandaarom die bankjes, dat heeft niks met het nationaal dicté te maken, misschien voor een deel ook al wel, dat is dat met name de senaten, de Eerste Kamer in ons geval, dat die zich in toenemende mate opwerpen als de instituties die van belang zijn voor het denken op de lange termijn. Die binnen het Europese verband vooral functioneren. En die zich ook, en dat is een heel opvallend fenomeen, ook verenigd hebben. Die nationale parlementen die komen, althans de Eerste Kamers, die senaten, die komen met grote regelmaat jaarlijks bij elkaar om met elkaar de gezamenlijke problemen te bespreken. En op die manier trekken ze zich misschien een broek aan die volgens sommigen veel te groot is. Maar het is wel een fenomeen wat zich in toenemende mate voordoet. En dan het laatste, die slide, dan hou ik echt op. Daar is ook wel een tegenwerping te maken over het belang van de nationale staatsrecht. Duurzaamheid is natuurlijk een vraagstuk van lange adem, van visie op lange termijn. Beleidsmaatregelen die inderdaad op langere termijn effect hebben. Daar is eigenlijk het nationale staatsrecht totaal niet op ingericht. Wij hebben een begrotingscyclus die 1 jaar beslaat. 150, 200 jaar geleden hadden we een begrotingscyclus die besloeg 10 jaar. Dan keek je 10 jaar vooruit, moest je. Maar nu is het iedere keer weer hakketakken om 1 jaar vooruit te kijken. Er is eigenlijk maar 1 moment in onze besluitvorming binnen het nationale staatsrecht waar we echt wat langer vooruit kijken. En dat is 1 keer per 4 jaar, althans als het kabinet 4 jaar blijft zitten. Hè? En dat geluk hebben we de afgelopen 9 jaar niet meer gehad. Hè? En dat is bij de kabinetsformatie. Dat is het enige moment waarbij een echte integrale belangenafweging wordt gemaakt. In ieder geval een poging daartoe wordt gedaan. En daar wordt beleid vastgesteld voor een langere periode. Van op zijn minst wordt geprobeerd iets van 4 jaar vooruit te regeren.
Alles wat daartussendoor gebeurt, dat staat meteen al onder de kwade reuk van, oh nee, maar wacht eens even, op het moment dat je iets anders wilt dan wat in het regeerakkoord staat, ja, dat kan helemaal niet. Hè? We lazen het, dus is afgelopen vrijdag of zaterdag in de krant met minister Kamp, die wilde iets doen aan de bestendigheid van het sociaal zekerheidsstelsel. Nou, hij had het nog niet in de krant laten zetten, of de hele dag ging het alweer op teletext en daarbuiten over, ja nee, maar wacht, het staat niet in het regeerakkoord, dat kan niet. Hè? Dus langer vooruitdenken, dat is eigenlijk binnen deze structuur niet of nauwelijks mogelijk. En daarbij komt ook nog eens een keer, maar daar kan Mark Bovens even zozeer fantastische verhalen over vertellen, is dat als het gaat over het functioneren van de politiek, die is natuurlijk heel erg gefixeerd op incidenten. Het probleem wat vandaag zich aandient, in de media is geagendeerd, en dat moet leiden tot kamervragen, moties, et cetera. En dat leidt ertoe dat vrij kortzichtig wordt gedacht. En het leidt er ook toe, voor een deel, dat alle verkiezingen die we organiseren, en dan niet alleen maar de statenverkiezingen, dat die heel erg zijn gericht op nationale issues. Zelfs bij de laatste kabinetsformatie, of de laatste verkiezing, waarbij een kabinet toch echt was gevallen vanwege het beleid Afghanistan, niet zozeer met duurzaamheid te maken, maar slechts maar toch wel de internationale politiek. De hele verkiezing heb ik het woord Afghanistan bijna niet meer gehoord. Het ging echt over economie en de PVV en meer van dat soort zaken. Dus het denken in een groter verband, een internationale context, is niet of nauwelijks aan de orde. Dames en heren, dit was geen feestelijk verhaal. Ondanks het feit dat Mark Bovens beloofd had dat ik een reeks met oplossingen zou verzinnen. Ik zou veel feestelijker kunnen zijn als ik echt het verhaal had gekozen, of had verteld over de ontwikkelingen in het internationale milieurecht, internationale waterrecht. Want er zijn echt een heleboel hele positieve ontwikkelingen daar te melden. Maar dan moet je vooral andere hoogleraren in het recht hebben. Maar wat ik wel kan constateren is dat we hier te maken hebben met een buitengewoon interessante complexiteit. En waar we in ieder geval nog heel veel denkkracht in moeten stoppen. Om in ieder geval maar een poging in de buurt te komen van echte oplossingen voor de problematiek. Maar intussen hoop ik maar dat ik u niet al te zeer in mineur heb gebracht. In ieder geval dank voor de aandacht.